En toen dacht ik, ja, ik ga toch opzoeken, ik kan er dan niet tegen. Zie je de eerste kerstversiering alweer? Nee, drie keer scheep zegt. Drie keer scheep. Don't be shy. Goedemorgen, ik heb de vlog niet afgesloten, want mijn batterij was leeg. Maar we hebben ook niet zoveel meer gedaan. Wat heb ik het laatst gefilmd? Dat we in de winkels waren. En daarna zijn we eigenlijk ook gegaan, want we waren ineens zo kapot moe. En het was natuurlijk ook al vanaf 5 uur 's ochtends dat we wakker waren. Ja, die vuurwerkshow ga ik nog vaker zien. Dus toen dachten we, gaan lekker naar het hotel. Daar ben ik nu. We zijn in Hotel Eclo. Hier hebben we geslapen. Het is verder niet heel veel bijzonders. Heel klein zelfs. Maar het was echt wel prima, hè? Lekker bed. Ja, heerlijk bed. En ja, meer heb je ook niet nodig. Want je bent hier letterlijk alleen maar 's avonds om te slapen en in de ochtend vroeg ga je weer. Het is nou 7:45, dus gas op die zuigers. Zijn we weer in het park. Kijk, dat is het kamertje. Wel, alles is, ja, alles wat je nodig hebt. Meer niet. Het is wel, je hebt het idee dat je een beetje in een container zit. Maar ondanks dat het heel erg budget is, hebben ze wel alles heel hip gemaakt, vind ik. Nou, ik heb 79 euro betaald voor deze kamer. En dat was inclusief annuleren wel. Voor de zekerheid, anders was het volgens mij 69 of zo. Daar is de parkeerplaats. Dus dat valt alles mee, denk ik dan maar. En we zijn, het was vanaf de parkeerplaats van Disney precies 6 minuten hier naartoe rijden. Dus echt wel een aanrader. Hier nog vanaf de parkeerplaats, die zit erbij, gratis. Dus dat is ook super fijn, achter een slagboom. En hier loop je zo naar de... naar de receptie en de bar en eten en je kon voor 9 euro ontbijt, dus echt super goedkoop. Maar dat heb ik niet gedaan, want we moeten gaan. Kijk, het ziet er echt wel heel chill uit. Daar kan je ontbijten, maar ik ga er weer vandoor. Nou, let's go. Het is bijna 8 uur, dan gaat de parkeerplaats open. En dan gaan wij heel snel een privilegekaartje halen voor Ines. Want die krijgt ze van mij, zoals gisteren. Alleen die moet je dus wel iedere dag ophalen. Ik hoop dat dat nu al kan, überhaupt. Want dan hebben we die extra magic time vanaf 8:30. En vandaag komt een limited collectie uit voor jaarpashouders. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier ben. Dus daar zie je later meer over. Zijn we... Nou, het is al best wel... druk wil ik niet zeggen, maar toch best wel wat... mensen. Waar zijn we? Mini. En normaal gesproken, oh, dat zie je nou niet meer staan. Is het, oh ja, daar 30 euro om hier te parkeren. Maar met, we hebben een pas, hé. Dus dan is het gratis. Gratuit. Bonjour. It's for me. Thank you. Bye bye. Bye. Gisteren hadden we toch een blunder, jongens? Die moet ik even vertellen. Ik ging gisteren voor het eerst op de Infinity parking parkeren. En als je dus een kaart hebt zoals ik, deze Infinity kaart, dan heb je VIP parking helemaal vooraan. Dus wij daar naartoe, helemaal trots dat dat mocht. En we staan daar, moeten we een code invullen. En ik dacht, ik weet niet wat ik in moet vullen. Nou staat er op je kaart een heel lang nummer, maar dat is gewoon je jaarpasnummer. Dus we dachten, nou dat zal het wel niet zijn. We snapten er maar niks van. Ja, terug achteruit. Toen zijn we maar weer de parkeerplaats opgereden. Het was sowieso heel rustig. Ik denk, nou dan gaan we maar gewoon daar staan. En toen dacht ik, nou, ik ga toch opzoeken. Kan er dan niet tegen? En toen zag ik iets staan over een code. En dat die code iedere dag vernieuwd. En toen dacht ik, hé, maar wacht eens. Er staat een code bovenop mijn bon. Nou, dat was dus de code. En deze mogen jullie best zien. Want als jullie gaan, dan is die de geld die al niet meer. Dus deze code moeten we straks invullen. Om bij de Infinity Parking erin te kunnen. Dus voor de mensen die voor het eerst ook een Infinity Parking gaan doen. Wees niet zo dom als ik. Kijk, dit is mijn breakfast. Hoe noem je dat nou? Een open buffet. Oh, lopend buffet. Ja, dat is toch mooi, hè? Dat zo voor je geregeld wordt. Ja, dat is een tipje. Neem voldoende vreten mee. Maar ook... Want en dat heb je die dat voor je doet? Ja, en, ja, inderdaad. Maar ook dus een tas waarin het past. En dat heb ik dus niet. Dus je kan heel veel eten meenemen. Maar ja, als het niet past, dan heb je er nog niet zoveel aan.
Dus dat is ook een tip. Dan lopen we weer over het bekende paadje. Hé? Hey? Kaartje scoren voor Ines. Met een privilegekaartje krijg je korting. Nu is het laagseizoen deze dagen. Maar vergis je niet, over een paar dagen is het volle bak hoogseizoen. Oh, er staat een rij. Dan is het 42 euro voor mij nu. Maar dat is afhankelijk, ja, afhankelijk van wat voor kaart een jaarpashouder heeft. En dus wat voor seizoen het is. Maar dat is de moeite, nee? Maar daar is de rij groter. Heftigheid. Ja. Nou, hier moeten we ook echt wel even in de rij staan. Dus wel balen. Maar ik snap niet waarom dat het nooit soepeler kan. You can come back here with this. Ah, thank you. And your ticket. Thank you. Bye. Have a nice day. Bye. Ik heb een andere. Oh, weer Avengers. Nou ja, het is in ieder geval gelukt. Ja. Oh, en een beetje blauwe lucht en een beetje zon. We hebben het weer getroffen, hé. Je krijgt wat je verdient. Die muziek is wel uplifting, zeg maar. Heb ik hé, doorstappen. En daar bij de ingang van het park, ik weet niet of je het kan zien, zie je de eerste kerstversiering alweer. Ik ben benieuwd wat we vandaag nog meer gaan zien. Zo, maar nu ben ik blij met die aparte ingang. Kijk, nu kunnen wij gewoon zeggen... Mensen, tot later. Oh, wacht. Ook hier staat weer een rij. Maar goed, hij is korter dan die andere. Yes. Hallo. Het eerste wat ik zie, ik weet niet of jullie het al zien. Nee, want hij is heel vaag. Het eerste wat ik zie, zijn de kerstversieringen nu op de balustrades. De kerstballs, de Christmasballs. Oh my god, ik zie die rij al voor die winkel. Oh, dan denk je dat je op tijd bent, maar nee. Oh, kijk nou hoe mooi dit is. Ik vind het zo mooi, dat sfeertje. En dan daaronder zie je al een stukje van Main Street met de zon erop. Kijk daar, zie je ze? Daar hangen de garlands, waar ik het gisteren over had. En hier hangen er ook allemaal kerstballen. Ik word echt steeds meer. Zo leuk. Maar daar moet ik dus zijn voor die collectie. En er staat echt al een hele grote rij. En er komen er meer aangerend. Dus ik ga ook maar gewoon staan. Ja, ik sta hier gewoon lekker te wachten op mijn koffie. Het schiet op zich wel op. Ines die staat daar. En daar, oh ja, dat kan je niet zien. Ik weet het eigenlijk niet. Daar staan Mickey en Minnie. Hartstikke leuk. Mooi uitzicht tijdens het wachten. Oké, dat ging ineens heel snel. Ze vroegen in de rij wie wilde met cash betalen. Ja, dat wilde ik. Kijk, hier kwam ik voor. Hier kwam ik voor. Hier ben ik gevoelig voor, limited editions. Maar hij is zo schattig. En jullie weten het. Als je me volgt op Instagram. Ik hou van Minnie Mouse oren. Maar het is wel een beetje balen. Want ze hebben nu sinds een paar dagen al problemen hier in het park. Met kaart betalen en met wachtrijen. Eigenlijk alles wat elektronisch is. Niet alles, want de rest doet het zoals je kunt horen. Muziek en licht. Oh, kijk, de garlands. De kerstversiering hangt er. Ik weet niet goed hoe ik moet filmen. Zo. Ja, sorry, ik ben een beetje afgeleid. Maar dat is balen, want ik wilde dus nog meer kopen vandaag. Ook cadeautjes. En dat kan dus weer niet, want zo heel veel kerst heb ik verder niet bij me. Dus of ik ga dat nu eventjes doen, kijken in de winkels of het daar misschien wel kan met kaart. Want het is niet in iedere winkel hetzelfde. Of we moeten nu als een razende roeland naar een pinautomaat. En ik hoop dat ze vannacht gevuld zijn, want gisteravond waren die dus ook allemaal leeg. Ik weet niet wat het is, maar ik heb altijd problemen in als ik naar Disneyland ga. Ik heb 2 keer problemen gehad met benzine sinds oktober. En nu dus dit. Dus ik hoop dat het ook een keertje soepel kan binnenkort. Maar dan alsnog, mij hoor je niet klagen, want bij mij is het glas altijd al vol. Hey, doei! Kijk eens. En kijk eens. Daar is die. Ja. Nee, 3 keer scheepsrecht. 3 keer. En Justin zei gisteravond nog, misschien was het dan niet voorbestemd. Maar ik dacht alleen maar, 3 keer scheepsrecht. 2 keer is het niet gelukt, deze keer gaat het lukken. En ja, er was 1 kassa waar je dus met je kaart kon betalen. Maar we gaan toch even pinnen nu, hè? Ja. Want dat moeten we niet hebben. Staan Mickey en Minnie er nog? Nee. De pinautomaat. Is hier eentje in de arcade, weet ik. Is een pinautomaat. We moeten daar even naartoe lopen. In
Dat is Liberty the Discovery Arcade. Oh, ik ben zo blij met mijn oren. Hij is echt schattig. Hij is super schattig. Echt heel leuk. Oh, knap man, mama's zijn echt zo leuk, hè. Die maken er wel echt een show van ook. Kijk eens achter me, hoe mooi ze is vandaag, met de zon. Maar nu gaan we snel naar Peter Pan, want de wachtrij is 25 minuten. We hebben kunnen pinnen, gelijk. Dus we hebben even wat flap in onze portemonnee nu. We kunnen ook nog shoppen. Ik shop vooral voor het thuisfront. Want ik heb alles al, ik heb mijn oren, ik heb mijn tas. Maar we gaan nou eerst Peter Pan, hè? Zin in. Oh, ze is zo mooi in de zon. Nou, we zullen zien hoe groot de rij van Peter Pan is. Er stond 25 minuten, maar zoals je kan zien is het al wel veel meer. Maar goed, we gaan gewoon staan, want we willen hem heel graag zien. Alright. Oké, pak hem. Dombo. Nee, ik zat er net al naar te kijken. Toen dacht ik, zou ik nog een keer proberen, maar toen dacht ik weer even aan het gevoel van gisteren. Dat gaan we niet doen. Maar wat vond je van Peter Pan? Was je er wel eens in geweest? Ja, heel lang geleden. Ja, ik ook lang geleden wel hoor. Ik vond het een beetje snel gaan. Hij ging heel snel. Ja. Maar het was wel heel mooi. Het was echt heel mooi. Alleen je bent letterlijk 2 minuten, dus zit je erin of zo. Maar het was wel super mooi gemaakt. Ik vond het echt heel mooi. Het is alleen, je staat wel heel lang. Als je nou echt, ik zie wel eens wachtrijen van 70 minuten. Nou, dan vind ik het echt niet waard. Maar nu was hij 30. Ja, maar wij hebben niet 30 minuten in de rij gestaan. Ik denk een minuut of 20, 25. Dus ja, was leuk. Dan gaan we naar kijken of Pinocchio ook. Check, ja. Kijken of Pinocchio ook een beetje te doen is. Dan gaan we die ook gelijk doen. Ja, Pinocchio is niet open. Oh, is die niet open? Of is die gewoon heel rustig? Ik hoop het tweede. Maar ik denk het eerste. Hij is niet open. Ah, shit. Hij is niet open. Oké, wat gaan we dan doen? Even kijken op de map. We lopen nu naar Discoveryland. Zijn we nog helemaal niet geweest. En het podium met het scherm, daar zaten gisteren nog planten omheen van Halloween. Ja. En nu is het nep sneeuw gemaakt met sneeuwpop. Dus ja, nou lopen we naar Discoveryland. Want we willen naar Buzz Lightyear Laser Blast. Er staat online dat het 15 minuten is, maar dat zal me benieuwen. En alle sfeertjes, ja, weet ze gewoon super goed te weergeven. In de winkel, daar is die Space Mountain. Kijk, in dat café heb ik vorige keer met Justin gegeten, die Halloween burger. Daar waar die Zeppelin, of wat is het? Ja, dat potlood. Dat ding uit kon steken. En hier is de Buzz Lightyear Laser Blast. Daar gaan we naartoe. Lijkt net of je nou op een andere planeet bent, hè? Ja, inderdaad. Echt heel leuk. Kijk, daar is die. Leuk, hè? Our mission is to find his robots and his secret weapon and blast them. New squadron will retrieve the power cell. Ze hebben nu ook in Disneyland de Disney Munchkins. Zo leuk en die ruikt heel lekker. Je hebt ze ook in het groot. En er zat verrassing in een doosie of een ijsbakje. En dan weet je niet welke je krijgt. Kijk of dat erop staat. Nou ja, je krijgt een van deze. En ze ruiken ook allemaal. Of een verrassingsdingetje. Hoe duur zijn deze eigenlijk? Nou, €17 is dit. Ik verwacht dat die andere daarboven ook €17 is dan. En de grote knuffels. Ik moet er eentje voor mijn zus meenemen. Ja. Ja, die ruikt ook een beetje naar aardbei. Die is 35. Dus dan weten jullie dat. Niet het goedkoopste, maar wel super schattig. Ah ja, ik zal even laten zien. Je hebt dus ook nog een cinnamon bun, Mickey en een Winnie de Pooh. En wat is daar? Oh, Stitch natuurlijk. Stitch. Leuk.
En die had ze ook voor kerst, maar die zijn er niet. Staat het hier op wat je kan krijgen? Oh, kijk, deze zijn weer anders. Leuk. Ook 17 euro, ja. Nou, dan zal ik het laatste ook zien. Anders zou ik echt geïrriteerd raken dat ik er eentje niet laat zien. Scherpstellen. Ah, oh, daar heb je bovenin die roze beer van Toy Story. In een ijsje, superleuk. En ook 17 euro? Ja, ook 17 euro. Nou, ik voel me nou een hele complete vlogger. Nou, dan loop je dan, met je knuffel. Ik heb geen plek om hem in de tas te doen. We gaan nog even een paar winkeltjes hier. Even shoppen. Dan leggen we alles even in de auto. En dan gaan we even bij Starbucks zitten, zo hebben we besloten. Want we moeten nog een hele dag. En gisteren hebben we eigenlijk niet zo rustig aan gedaan. Was dat? Oh. Lina wel, hé. Dus dan gaan we even een uurtje chillen, hebben we besloten. Ook wel zin in. Ik heb echt zin in om zo'n kerstdrankje van Starbucks te gaan kopen. En te drinken. Lekker. En hier ben ik gisteren geëindigd. En toen was mijn camera leeg. Oh. Moeten we wel oppassen met de knuffels. Oh. Ja, ik ga nou toch ook mijn kerstmokje maar meenemen, hoor, anders krijg ik weer spijt. Maar nog even, oh, een mooie overview van deze glazen. Ik vind ze zo mooi. Super mooi. Drinkglazen. Prachtig. Tinkerbell. Ja, zo is die. Dan daarboven, dit is van 30 jaar, dus niet andere lijn. Mooi hoor, ik neem deze mee. En mijn Disney mokje, of mijn kerstmokje. Het is heerlijk rustig hier. Oh, en dit wil ik ook nog even laten zien. Kijk hoe schattig dit is voor de Marie fans hier. Ik weet niet hoe het precies zit. Volgens mij zijn dit gewoon bordjes en een theekopje die je los kan kopen. Oh, die theekopje, of die, dus een theepot, die staat daar. En de bordjes. Ik zal even kijken hoe duur het is. Voor 4 bordjes, 45 euro. Hier staan de Aristocats op. Dus hier zie je Marie bovenop, maar je hebt ook die andere katjes. En deze is 40 ook. Dus de theepot is ook 40. Of nee, de bordjes zijn 45, de theepot is 40. De etagère, heb ik gekeken, is ook 45. Is ook super mooi. Heel leuk. Je hebt nog meer Mickey mokken. Nog meer. Steamboat Willy. En hier zie je prinsessen, maar toch een beetje als Power Woman's weggezet. Mooi. Ariel. Oeh, dat is ook mooi met het embleem. Hier heb je nog leuke setjes. Ook met Stitch, of course. Leeuwenkoning. En welke wordt het? Ja? Maar het is ook leuk omdat die. Ik vind dit ja, die inkeping, hè? Ja. Ja. Dat vind ik zo leuk. Ik wijs, het is helemaal niet wijs, maar deze heeft een inkeping. Dat je een compleet hartje hebt, dat is wel echt heel leuk. Ja. En hoe duur zijn die? 20. Oh, 20 euro. Oh, vind ik wel meevallen voor 2 mokken. 25. Oh, nou, vind ik meevallen. Deze zijn ook heel leuk. Met allemaal Disney-figuren erop. In verschillende. Ja. Verschillende posities, zeg maar. Deze heeft Johan vorige keer meegenomen. Ik heb mijn moeder zien staan. Die is ook leuk, hè? Die is ook heerlijk. Ik denk dat ik die voor Nienke meeneem. Heel leuk. Ik vind het wel weer leuker dan die. Ja, snap ik wel. Kommetjes. Oh nee, wacht. Het zijn hele grote mokken. Soepkommokken voor grote cappuccino's. Glazen. Dat is altijd een aanbieding. Al zo lang als ik hier kom. Dat je er dan 6 koopt en dan krijg je volgens mij eentje gratis of zo. En deze heb ik 9 jaar geleden of zo, 7 jaar geleden heb ik die toen met Donald Duck meegenomen. Dat drinkt Justin nog steeds uit. Oh, deze is ook leuk. Moet je kijken. En weet je waar ik nou weer een beetje van baal? Deze hebben wij. En die was er vorige keer niet. Maar wel de Mickey Mouse. Dus een zwarte mop met Mickey Mouse erop. En die hebben ze nou weer niet meer. En ik wilde die nu meenemen, want dan was mijn set compleet. Maar nou hebben ze hem niet meer. En deze met die zonnebril ook heel leuk. Ja, placemats. Vroeger heb ik die gehad bij mijn ouders thuis. Die blijven ook altijd hetzelfde, maar dan met andere figuurtjes. Hier ook leuk voor Nienke Stitch. En je boterhammetje maar opeten. Ja, zo. Bepakt en bezakt. We dachten we gaan even shoppen. Deze hebben jullie al gezien. Even shoppen.
Oh, lekker fris. Nou, nu gaan we even naar de auto. En wat ik zei, straks even naar Starbucks. Dus we lopen nu het park weer uit. Ja, hartstikke leuk. Oh. Heel blij. Doei. We lopen nu Village weer in. Daar heb je World of Disney. En dat is een hele grote winkel. En, dan gaan we en daar... Toch dadelijk nog even kijken. Ja. En daar lopen we naartoe. Moeten we het hoekje om. En dan heb je wat restaurantjes en zo. Waaronder Starbucks. En daar gaan we lekker even wat drinken. Oké, okay, change of plans. We gaan toch even de winkel in. Ja. Oh. Het is allemaal kerst. Het is wel gewoon weer hetzelfde, maar het is wel allemaal kerst. Heerlijk rustig weer. En we gaan weer even naar de knuffels. We zijn op zoek naar Jaapie Krekel. Voor op de schouder. Ik hoop dat ik hem zie. Dan neem ik hem mee. Deze zijn ook wel weer nieuw. Nou, niet allemaal. Deze heb ik voor Deentje gekocht pas geleden. Maar deze heb ik nog niet eerder gezien. En die volgens mij ook niet, maar dat weet ik niet zeker. En hier heb je weer die Bigfoot plusjes. Ik weet echt niet waar die clip-ons zijn. Oh, daar heb je die snuggles of snuzzies. Snuwen, weet ik veel hoe die heten. Nog voor de mannen, lekkere onderbroeken. Nou, ik heb nog nooit zo rustig meegemaakt hier. Kijk, hier heb je dus die... Oh, cuddlies. Oh, die is lekker zacht, joh. Die kan je niet voorstellen hoe zacht die zijn. Ze zijn wel €50. Ik denk wel dat het waard is. Hier heb je ook nog Dumbo. En deze dan? Nee, dit is iets anders. Dit is een Dream Friends. Hoe duur zijn deze? €40. Ik denk dat die Mickey en Minnie ook €40 zijn dan. Ja, ik zag in het park zag ik ook wel een paar van die Stitch dingen. Hallo. Maar die zie ik hier niet. Die roze Stitch. Ja, ik weet niet hoe zij heet. Stitchelina? Grapje. Even kijken. Kijk, hier heb je dus die andere Loungefly. Ook van 30 jaar. En die is ook wel leuk. Maar hij is niet zo leuk als die ik heb. Het is dus te opgeschilderd. Het kasteel lijkt niet helemaal op het kasteel van Disneyland Parijs. Dus dat vind ik een beetje raar. En het verschil is sowieso qua kleur. Maar op die van mij is hierop geborduurd. Hierop geborduurd. Hij is gewoon veel mooier. Dus ja, nog andere tassies. 30 jaar serie van Tinkerbell. Deze zijn ook leuk. Deze zijn ook vrij nieuw. Van die scrunchies. Dory en Nemo. Superleuk. Hoe duur zijn deze? €13. Oh, dus ik krijg er gelijk twee. Dat is wel leuk. Ja, ze hebben hier eigenlijk praktisch alles. Van wat ook in het park te koop is. En sommige dingetjes niet, maar eigenlijk alle lijnen hebben ze hier wel. Ook bij deze winkel. Moet je eens omhoog kijken. Hoe mooi dat is met die luchtballon. En dan verder, daaromheen zie je alle sprookjes die uit zijn gekomen van Disney. Daar zie je in de verte Up, Cars, Aristocats. Oh nee, grapje. Ratatouille. Alles. En hier lopen we Disney Village in en is alles al in de kerstsferen. Leuk. Al die huisjes. Zie je dat daar mijn naam staat? Dinner. Hier staat dinner. Annette's dinner. Lijkt er wel op. Kijk nou goed. Ja, Ines. Ja, de Ines. Ja, hier ga ik ook helemaal gestrekt voor. Kerstmokken van Starbucks. Deze, mooi glas. En deze vind ik heel mooi. Maar ja, wanneer gebruik ik dat nou? Want ik ben niet zo vaak onderweg. Als je nou iedere dag onderweg bent voor je werk, net als jij, dan pak je dat toch vaker. Deze vind ik ook mooi. Heel mooi. Oh, mooi, mooi. Lekker. We hebben karamelwafel. Dat is een nieuwe smaak. Ben benieuwd. En een hazelnoot chocolademuffin. We zijn inmiddels in Disney Fashion Store. Deze vind je in Village. Daar is heel veel. Hallo. Eigenlijk hebben ze hier, zoals de naam al doet vermoeden, alle fashion.
Nou moet ik zeggen, van Adventure Campus hebben ze niet echt veel hier. Wel iets volgens mij. Het is voornamelijk heel veel Mickey, Minnie, dat soort dingen. Ja, je moet er maar van houden. Hier is van de Dalmatiërs. Het is wel schattig. Lekker zacht. Hier heb je Spirit Jerseys van Stitch. Ja, moet je van houden. Als je van Stitch houdt, is die fantastisch. Ze hebben hier heel veel Stitch. Het is wel een grappig feitje, want in Disneyland Parijs is Stitch super populair. Je hebt heel vaak Mickey, Minnie en dan komt daarna Stitch. Ja, ik snap het zelf niet helemaal, maar het is mijn net voorkeur natuurlijk. Ik ben niet heel erg fan van Stitch. Hier heb je ook nog Leeuwkoning, super mooi. Nog wat Loungefly items hier, mooie portemonnee. En hier heb je, wat is dit? Kun je die op die strikken zetten dan ofzo? Ik weet niet wat dit is. Pompons om ergens op te klikken. Maar waar moet je die op klikken dan? Poppetjes. Dit zijn in ieder geval strikken. Ook wel heel tof. En hier heb je weer de Disney 30 jaar, of een van de Disney 30 jaar collecties. Met weer die paarse roze Loungefly en die paarse Spirit Jersey. Deze is ook wel leuk. Dit is de Euro Disney lijn. Dit hebben ze gemaakt om de opening van Disney te vieren. 1992 is ze open gegaan. En in die stijl hebben ze een beetje deze lijn gemaakt. Maar wederom, moet je ook weer van houden. Hier hebben ze wat meer voor mannen. Een beetje Marvel. Petjes. Dan ga je hier al gaan over op Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy, Goofy. Ga maar gewoon Nederlands, Milou. Boxers. Oh, dat is ook wel leuk. Grumpy. Hier nog een beetje Euro Disney lijn. Voor mannen. Kan natuurlijk ook gewoon voor vrouwen. En hier heb je de 30-jarige lijn, maar dan van Tinkerbell weer. Vrouwen. Hier nog wat Minnie Mouse. Minnie Mouse. Hier heb je twee verschillende Loungefly tassen. Ook wel leuk. Mocht je nou afvragen, wat betaal je nou voor zo'n Loungefly tas? Deze betaal je €85 voor. Die paarse die ik heb gekocht is €100. Is wel echt fucking veel. Oh, is wel echt heel veel. Maar ja, ik kreeg wel korting met mijn jaarpas. Dit is van The Haunted Mansion. Ja, moet je ook van houden. Ook weer Loungefly tas. Superleuk. Nou, daar is Ines. Wat voor lijn ben jij aan het bekijken? Ook van de villains. Ik zat daar op zich naar die sieraden te kijken. Ja, maar hier zou je niet eens van zien dat, dat het dus die is. Nee. Dit zou ik zelfs nog dragen. Ja? Gewoon zeg maar. Maar dit is van de villains. Kijk, je ziet hier Ursula. Leuk, hè? Ja, Ursula. En hoe heet zij ook alweer? Volgens mij is dat toch van met die appel. Hoe heet ze nou? De boze stiefmoeder. De boze stiefmoeder. En dit is, en hij is van... Is dit Cruella de Vil? Ja, Cruella de Vil. En hij is van Prinses en de Kikker. Oh, ja. Jafar. Is dat volgens mij. Jafar. Nee, dat is van Aladdin. Ja? Is dat niet hij? Nee, nee. Cruella de Vil, ja. Maleficent. Leuk, echt een zoekplaatje dit. Ja, joh. En je hebt hem dan ook in het geel, zoiets. Ja. En, oh ja, hier. Ja, wel leuk. En een hoodie. Deze is weer wel leuk. Een sweater, zoals mijn moeder zou zeggen. Ja, is wel leuk. Een hoodie. Een sweater. Dit vind ik ook een leuk pakje. Het stofje is alleen best wel dun, had ik al gevoeld gisteren. Dus dat is wel jammer. Maar is wel heel leuk. Dan komen we eigenlijk weer bij het stukje waar ik ben begonnen. Of ben ik hier net niet begonnen? Nee, volgens mij was ik daar begonnen met mijn stories maken. Maar hier heb je nog meer Loungefly tassen. Deze was voor
Halloween. Deze is ook heel leuk. Van Bambi. En Minnie Mouse, die ik net ook al had laten zien. Deze. Die was volgens mij ook wel... Ja, die is ook 100 euro. Heftig. Mickey, Minnie, pastelkleurtjes. Hier ook. Ik heb zelfs nog wat drinkflessen. Die vind ik zelf heel erg leuk. Hier nog wat Marvel. T-shirts. Van alles wat. Hier zie je Pixar. Minnie. Nou, van alles. Ik heb mijn rondje wel gemaakt. We zijn nu in studio's. En we hebben ontdekt dat daar Goofy staat. Dus we gaan eventjes kijken natuurlijk. Leuk, we gaan nu die kant op. Er zit een klein winkeltje. En vorige keer hadden ze daar Spirit Jersey van Avenger Campus. En die wil ik graag voor Justin kopen. Dus ik hoop dat ze hem hebben. In zijn maat, ook belangrijk. Oeh, zo. Je ziet wel dat je door de dag heen... Ja. Dat voel ik ook hoor. Nou, ik denk nou, volgens mij zie ik je niet meer zo frisse fruit. Oh, als, jawel. De winkel was dicht. Dus helaas. Een heel klein winkeltje, maar hij was dicht. En door de was er wel, maar... Ja, door de ramen heen zag ik ook niet dat ze die Spirit Jersey hadden. Dus mijn hoop is op de winkel in de Avenger Campus. Ah, dat was me 2 weken geleden ook niet. Kijk, die trui vind ik leuk, die Marvel trui. Ja. Maar goed, we lopen nu de studio's in, want zo moet je naar buiten toe voor de attracties. Dus ook altijd even leuk. Wel bloedverziekend heet alles hier. Maar wel mooi. Kijk nou, met die kerstlampjes nu allemaal. Hij moet even focussen. Wauw. Mooi nu met die kerstlampjes. Gaaf hoor. Heerlijk. Het is nu 9 november dat ik het film, dus Magic over Disney is vanavond. En dan wordt er op het kasteel, wou ik zeggen, maar het is geen kasteel. Ja, heel mooi kasteel. Tower of Terror Hotel wordt er dus ook een leuke mooie show geprojecteerd. En met vuurwerk en zo. Dus dat is vanavond. En dit staat er allemaal al klaar. Nou, dat zijn allemaal dingetjes van vuurwerk en camera's volgens mij. Hartstikke leuk. Trouwens, Tower of Terror Hotel, 10 minuten wachtrij. Het is maar dat je het weet. Dus, als je nog wilt. Ja, als je nog wilt, moet je opschieten. Wij lopen nu eerst naar Avenger Campus. En ik hoop dat ze daar de trui hebben. En zo niet, dan gaan we gewoon eventjes sowieso rondkijken. Want het is zo mooi daar. Eerst de web-attractie. Piep, 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 moet je ook schieten. Maar hier gaan we niet heen hoor, want dit is mijn 3D. Nee, het is druk joh. Jeetje mina. Daar in de verte zien we. Wie is dat, Iron Man? Ik heb geen idee. Het zonnetje schijnt. Je ziet het niet zo goed. Mijn zoontje is zo fan van Marvel, Iron Man. Dus oh ja. We komen hier regelmatig echt. Super veel superhelden. Dus in de tijd dat wij de winkel ingaan, staan er straks waarschijnlijk weer nieuwe. Dat gebeurt eigenlijk altijd als ik hier ben. Dus ik ben heel benieuwd wie er nog meer komen. Hier heb je de Avenger winkel. Wow, het is druk hè. De hele winkel vol met Marvel. Assemble. You are needed over at Avengers HQ Drive Force for important missions. Zo, we gaan er vandoor. Hoe laat is het nu? Hè? Ja, hè? Sterke parfum van mannen ruiken we steeds. Hoe laat is het nu? Wat was het nou, zei je? 3:50. Het was niet het plan, maar we gaan toch naar huis toe. We hebben het eigenlijk wel gezien. We hebben alles gedaan wat we wilden doen. Zeker. En we zijn eigenlijk wel heel erg moe ook. Dus ja, het is nog 4 uur rijden. Maar ik denk dat het wel langer is nu, omdat we natuurlijk nu wel de spits in rijden. Dus ik weet niet of dat daadwerkelijk ook zo druk is hier. Maar we zullen het zien. Het is dag. Avenger Campus. Oh, er staat daar nog iemand. Dat is een vrouw.
Geen idee wie het is. Ja. En dan ja, nou goed, dan ben ik er waarschijnlijk over een maand weer. Met kerst. En dan ga ik met mijn gezin, dus dat is ook wel heel leuk.